Assalamu alaikum iedereen, hallo allemaal. Ik ga vandaag pinda magnums maken. Ik heb nodig pinda's. Ik gebruik deze, ongezouten, notenpasta. Ik gebruik deze van pinda's, cashewnoten en amandel. Poedersuiker, witte chocola, malt. Ik gebruik deze van mini magnums. En stokjes. Deze. Bismillah, we gaan beginnen. Bismillah, ik ga iets meer pinda's malen. Dit ga ik samen met poedersuiker doen. Zo, dit is klaar. Deze ga ik in een bak doen. Ik heb ze grof gemalen, dus niet heel fijn. Maar met stukjes erin. En dit ga ik ook met de rest doen. Hier ga ik geen poedersuiker in doen. Deze komt straks op de magnums. Ja, deze is ook klaar. Deze doe ik apart. Deze heb ik straks nodig bij de versiering. Hier ga ik notenpasta in doen. Ik ga eerst een paar eetlepels doen en daarna kijk ik wel of ik nog nodig heb of niet. Even goed met de olie mengen. Hier zit verder geen suiker in. Dus vandaar dat ik poedersuiker bij de pinda's heb gedaan. Bismillah. Ik zal dit op gevoel doen. Bismillah. Ja, ik denk dat dit wel goed is. Ik ga even handschoenen opdoen en dan ga ik even verder met warmen. Nou, dit is goed. Ik heb hiermee een mold. En hier ga ik vormpjes indrukken. Een beetje zo. En hier indrukken. Ik ga ze niet heel dik maken, maar gewoon zo ongeveer. Zo, het is klaar. Ik heb hier van die ijsstokjes. En die ga ik erin steken. Zo. Beetje goed maken. En zo ga ik ze allemaal
een stokje insteken en dan ben ik zo weer terug. Nou, ik heb hier allemaal een stokje ingestoken. Ik ga het nu in de vriezer doen tot die hard is geworden en dan ben ik weer bij jullie terug. Tot straks. Ik ga nu mijn chocola smelten. Ik heb hier een pannetje met water, een kommetje. Deze ga ik nu op het vuur zetten. Zodra het water kookt, zet ik hem uit. Laat ik mijn chocola erin smelten. Nou, mijn chocola is gesmolten. Ik haal hem even uit heet water. Zo. Ik heb hier bakpapier. En ik heb hier mijn vulling, mijn Magnums. Deze zijn bevroren. Ik ga het nu uit de vorm halen. En dan haal ik het door chocola. En dan nootjes erop strooien. Bismillah. Gewoon onder de chocola dompelen. Zorg dat hij helemaal onder komt. En dan de overige chocola laten uitlopen. Zo. Ik heb hier de nootjes wat ik achter had gelaten. En die ga ik nu een beetje opdoen. En deze leg ik op bakpapier om te drogen. Dan de andere. De chocola. De overige chocola laten uitlopen. Zo, en dan een beetje nootjes erop strooien. En dan ook bakpapier laten drogen. Zo, deze is klaar. Ik ga nu een beetje chocola in de spuitzak doen. Ik ga hier een klein puntje van afknippen. En dan ga ik hier over de nootjes strepen strikken. Ik ga hem nu in de koelkast doen. Hij is eigenlijk al een beetje hard. Dus ik doe hem alleen in de koelkast. En dan laat ik jullie zo het resultaat zien. Kijk, hij is al hard. Dat komt omdat de filling al bevroren was. En als je het door de chocola haalt, dan wordt hij ook gelijk hard. Je hebt nog maar even nodig en dan is het klaar. En mijn chocola is hard geworden. Ik heb hier papieren vormpjes en hier ga ik ze opleggen. En zo ga ik ze allemaal op een papieren vormpje leggen en dan laat ik jullie zo het resultaat zien.
zo zijn ze geworden. Ik heb pinda's gebruikt, maar je kan alle noten gebruiken wat je lekker vindt. Zoals pistas, walnoten, amandelen. Zeg maar alle noten wat je lekker vindt, kan je het meevullen. Nou, dank jullie wel voor het volgen. En wie weet het de volgende keer, inshallah. Assalamu alaikum. Doei, doei.